En helaas zijn er 3 inzittenden van deze zoon aan de dood om het leven gekomen. Het winterseweer zorgt tot nu toe voor weinig problemen in Gelderland. De snelwegen zijn redelijk goed begaanbaar. Ook aan de wel glad zijn. De spoor waren er wel problemen. Tussen Arnhem en Ede-Wageningen reden enige tijd geen treinen. Bij Oosterbeek was een boom tegen de bovenleiding gevallen. Verder laten de NS uit voorzorg minder treinen rijden. En natuurlijk niet alleen ellende door de sneeuw, maar ook pret. Op de Lamme IJssel in Doesburg wordt vandaag het NK stepsleeën op natuurijs gehouden. Steppen op een slee is al 2000 jaar oud, maar de stepsleesport wordt nog niet veel bedreven in Nederland. En dan is het soms afzien. De provincie Gelderland wil dinsdag een jachtverbod instellen vanwege extreme kou. Het verbod gaat waarschijnlijk gelden voor de jacht op kleine beurt, zoals de wilde eend en de fazant. Door de kou is er minder voedsel beschikbaar. De jacht op kleine of de Veluwe mag wel doorgaan. In deze week weigerde de provincie nog een verbod in te stellen. In bijna alle provincies in Nederland geldt nu al een jachtverbod. In een bedrijfspand aan de Tweelingenlaan in Apeldoorn heeft vanmiddag korte tijd brand gewoed. Er was sprake van veel rookontwikkeling. De brand is ontstaan in een afvalcontainer die binnen stond. Er is veel roet- en waterschade. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En tot besluit het Gelders weer met de Reinhard van der Borne van Meteo Consult.